Op 27 januari hebben wij van 6 ASO herdacht dat het uitroeiingskamp Auschwitz precies 70 jaar geleden is bevrijd. In ons pop-up kunstwerk op de speelplaats hebben we de gezichten gehangen van mensen die gedeporteerd werden door het 20e konvooi vanuit de Dossin-kazerne. En dan zou ik graag nu een minuut stilte willen. Niets spreekt meer tot de verbeelding dan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Nergens voelt men sterker de gruwelen aan van die Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk zou een bezoek verplicht moeten zijn voor jullie allemaal. Ik heb geleerd dat als een ganse klas meewerkt, dan is het resultaat veel straffer dan als het maar een paar mensen eraan werken. Ten eerste moet ik zeggen dat ik zeer fier ben op heel 6 ASO, omdat wij samen gekomen zijn en samen gewerkt hebben voor een project waarin dat wij geloven. En ten tweede zijn we een voorbeeld geweest voor de andere klassen dat je initiatief kan nemen en dat je iets moet maken waarin dat je gelooft. Sint-Guido is een multiculturele school. We hechten heel veel belang aan andere nationaliteiten, tradities en gewoontes. En met dit pop-up kunstwerk wilden we eigenlijk tonen dat tolerantie moet. Ik vind het interessant en belangrijk. Vandaag is het nog even belangrijk als vroeger. Waarom? Omdat er vandaag nog zo mensen zijn, bijvoorbeeld de Islamitische staat. Ik vind dat we daardoor ook lessen kunnen trekken uit de geschiedenis, dat we dezelfde fouten niet meer maken.